Noorwegen zondert Marlies zich steeds meer af. En daar heeft Jitse het moeilijk mee. Flinke meid. Zeker nee? Zeker nee? Zeker nee. Ja, goed. Dat is braaf. Dat is braaf. En lukt het, Marlies? Ja, het is aan mijn tand met de vliegen. Ze is enorm afgeleid, constant. Van de braven, hè? Dat wel, ja. Hoe voel jij hier? Ik twijfel hier enorm aan. Ja, wil eens daarmee kijken, ook komen praten ook eens. Ja, het is nodig, hè? Ja, ik voel iedereen wel altijd hetzelfde gevoel ongeveer hem. Ja. En ik vind u ja, kei tof. Als kameraad of als vriendin eigenlijk. Maar voor zo'n leven mee, zo voor mijn leven delen, moet toch iets meer zijn, denk ik. En dan zou er nog iets moeten groeien, maar ik heb het gevoel dat groeien er niet... Nee, dat het er niet de kans is, heel klein is. Ik heb ook liever iemand die zo wat zorgzaamheid vraagt. En bij Marlies heb ik zo het gevoel dat je er samen bent. En niet dat... zij zal mij ook komen redden, in plaats van ik haar. Dus dat heb ik soms het gevoel van ik ben de damsel in distress. En dat vind ik zo'n beetje verkeerd. Ik ga dan eerlijk zijn, met Emily heb ik dat gevoel wel meer. Ja, dat is iets goed. Ja, en die heeft dan meer dezelfde interesses. En dan zou ik liever die een tijd die we hebben spenderen met Emily eigenlijk. En dan, het heeft ook geen zin dat ik hier voor Piet Snot zou zitten. Allee, ik ben hier graag, hè. Ik ben graag bezig met de beestjes. Hè? Ja. Ik ben blij dat je het zo begrijpt eigenlijk. Ja, wel ja, maar ik ben ook blij dat we hetzelfde gevoel hebben. Hè, want ik heb dat gevoel wel al redelijk snel gehad. En ik had schrik dat ik u ging kwetsen en zo. Ja, is zo, maar dan houden we bij een goede vriendschap. Inderdaad. Marlies heeft zo'n beetje het gevoel dat ze een muurtje rond zich heeft. Maar ik denk dat diep van binnen dat er wel een gouden hartje in klopt. En ik hoop dat degene die zij vindt of degene waar zij bij klikt, dat die dat toch gaat soigneren. Dat verdient ze wel.